Gitto. Huh? Ja, man. De dinsdag 24 november. Ja. Zaterdag de wedstrijd gehad tegen AZ. Hoe is het met de selectie? Ja, dus. Die wedstrijd zaterdag was eigenlijk in domper. Waarom? Omdat het is een wedstrijd om te winnen. En dan hadden we een mogelijkheid nu op 5, 6 plaatsen te overstijgen. Dan had je nu op 10e kunnen staan. Maar ja, wij hebben niet helemaal de tweede helft gevoetbald. Wij hebben niks laten zien in de tweede helft. Dus wij komen wel op voorsprong, maar dat is de enige wat. Daarna is het persoonlijke fout dat wij ook niet. Wij geven de tegenstanders, wij geven de goals makkelijk weg. 70ste minuut, wat gebeurt er dan? De 2-2 goal of de 2-2? Ja, die 2-2 goal denk ik dat. Dat Dave ook zelf weet, dat die moet gewoon de bal kopen. Wegkopen. Die moet je niet terugkopen. Aanzien dat iemand achter mij terugkwam en. Moet je gewoon de bal daar weg terugkopen. Moet je niet de bal daar proberen voetbal te spelen, moet je gewoon weg. Maar is gebeurd en dan kan je niet meer veranderen. Dus. Heel snel komt dan de 2-3, is het dan meteen voorbij? Of? Nee, het is niet meteen voorbij, maar wel. Krijg je zo'n mentaal ticketje. Omdat als hij zo snel 2-2 maakt en daarna 3-2, ja, dan heb je. Ja, dan is, mentaal zag je een klein beetje, maar dat zal nog niet genoeg zijn om op die 4-2. Dan krijg je andere wedstrijden. Dan ben je nu op zoek wel naar te scoren en om op voorsprong te komen. Ja, dan geef je ook ruimtes weg. Maar de tweede helft hebben wij sowieso niks laten zien. Waarom gaat het dan de eerste 70 minuten wel goed? Nee, dat hadden wij op maandag over. Speelkamer op die naast mij hier zit, Jansen. Hadden wij een beetje over, hadden wij een beetje discussie over waarom ging dat wel de eerste 60 minuten en de laatste half uurtje niet. Dan heb je wel weer verschillende meningen, maar op einde is wij toch gekomen tot de conclusie dat. Moet gewoon beter. Moet gewoon beter. Ik heb je na de wedstrijd gezien en ook een aantal spelers enorm boos op zichzelf. Hoe neem je dat mee naar huis toe? Nee, ik neem het sowieso niet naar huis. Omdat huis is voor mij een ander territorium. Daar probeer ik ook niet voetbal mee te nemen, maar toch doe je dat. Maar. Gelukkig heb ik een vrouw die dat begrip voor had. Dus, maar meestal deel neem ik niet voetbal mee naar huis. Omdat ik vind thuis voor mij een privé territorium waar ik niet mijn werk moet meenemen. Maar sowieso is voetbal een ander vakje, ook een speciaal vak. Dat, ja, je neemt het toch mee naar huis. Zelfs als je gewoon normale werk hebt, wil je ook niet alles naar huis meenemen. Maar je toch doe je dat op een bepaald moment. En in zo'n moment, dat zaterdag, is wel een moment waar je ook meer naar huis meeneemt. Omdat dat is echt zo balend. Als je ook daarna ziet de uitslagen van de andere wedstrijden, dan weet je dat dit had of moet beter kunnen. Omdat hetzelfde net als wat tegen RKC ook. Ging je goed en daarna geef je het gewoon uit je handen. En in de positie waar ze in zijn, nu moeten we gewoon punten pakken. Nu komen ook wedstrijden waar jij zijn nooit om punten te pakken. Dan heb ik over Willem II, dan heb ik over Heracles nu aanstaande zaterdag. Dan heb ik ADO, over een weekje daarna Willem II. Het is gewoon een belangrijke wedstrijden waar je punten moet pakken en dan zie je meteen dat je kan snel omhoog kijken. Maar als je, vooral ook thuis wil strijden, moet je ook minimaal punten overhouden. Winnen of gewoon punten houden, dan kan je niet zomaar weggeven. Gaan jullie nu anders trainen deze week? Anders trainen. Ik geloof in meer dat je moet gewoon dat zelfvertrouwen gewoon blijven vasthouden. En ook,
gewoon blijven gewoon vooruit voetballen, maar ook met slimheid en leefheid, zeg maar. En uit is altijd iets anders dan thuis. Maar ja, voetbal blijft toch voetballen, vind je nu uit, of uitspelen of tijdspelen. Het gaat gewoon om heel punten te pakken. Heracles draait momenteel goed. Hoe gaan jullie het aanpakken? Ja, moeilijk om te zeggen. Je kan altijd van wat verzinnen om dit en dit moeten wij doen. Maar als jij de, om een, op een gegeven moment op de veld staat, ja, dat wordt ook anders. Dat gaat het om ook. Hoe ga je om met, misschien met de drukte wat jij krijgt van Heracles, met je eerste 25 minuten of eerste 10 minuten. Zeker vol druk erop zetten om het publiek hem achter te krijgen. En dat en dan op een juist moment moet je gewoon de rust bewaren en dan gewoon jouw spel blijven spelen. Want jij komt toch, je krijgt toch mogelijkheden. Dus moeten wij gewoon net dan krijgen wij die mogelijkheden gewoon afmaken en dan gewoon als een blok staan. Die wedstrijd daarna, ADO en Willem II, gaan ook heel belangrijk worden. Komt daar extra druk op te liggen of? Nee, waarom? We hoeven geen druk op onszelf te leggen. En, ik kan wel snappen dat die beter wel ook druk op te zetten, maar ik zie ook niet waarom. Je doet, voetbal is toch wat een van de leukste wat jij kan mee doen voor ons, dus waarom moet dat druk voelen? Ik voel het meer als een bevrijding eigenlijk. Om te doen wat ik leuk doe en druk volgen. En ik denk ook niet dat veel mensen voelen. Voel jij de druk willen? Wat? Voel jij de druk van de komende wedstrijd? Nee, het is gewoon een uitdaging. Toch? Of niet? Mooie uitdaging. Ja, denk ik ook. Dus als je ziet, Willem voelt ook geen druk. Dus, maar ja. Tegenover de vorige seizoen zie je dat wij nu ook. Ja, wij kunnen weer meer punten weer pakken, maar is toch niet gebeurd. Maar toch is nog genoeg wedstrijden. Maar wel positief afsluiten voor het, voor het jaargang 2009. Dus dan heb je 4 wedstrijden nog. Gaat er dus nog een wedstrijd tegen PSV vlak voor de kerst, dan, dan komt er een, volgt er een pauze. Hoe lang is die pauze? 3 weken, dacht ik? 3 weken, denk ik. En wij krijgen denk ik volgens mij 10 dagen vakantie of zo. Dat ga ik ook krijgen. Voor de eerste keer in mijn leven ga ik naar Amerika. Ga je naar, en waar ga je precies heen? Ik ga naar Miami. Dat is toch iets anders, hè? Dat is heel anders, ja. Ja. Dat is mooie Art Deco gebouwen. Ja, heb ik gehoord, ja. Nou ja, ik zie het wel.